Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Christian Karsten, vorige week sta je met dezelfde uitslag te juichen en nu is het andersom. Katwijk is toch een maatje te groot? Ja. Ja. Waar lag het vooral aan? Ik denk dat de eerste goal een fout van ons is. Niet goed wegwerken. Daarna glijdt er iemand uit en dan is 1-0 achter. Terwijl we in de eerste 10 minuten denk ik veel strijd zagen en veel duels. Dus, het was, je weet dat je die zwaar gaat krijgen, maar het is niet zo dat we in de eerste 10 minuten ons overliepen, zoals dat bij Kozakken Boys wel was. Ja, daarna krijgen we wel of geen penalty met een gele kaart. Nou, die wordt gemist, hè, maar uiteindelijk bepaalt dat later in de eerste helft natuurlijk wel de man-meer situatie. En dan de 2-0 is gewoon een dikke blunder van ons bij een corner. Dan ben je na een kwartier klaar in de uitslag. Probeer je toch nog in de wedstrijd te komen, dan krijg je rood. Dan is gespeeld. Het had ook wel direct rood kunnen zijn als ik het zo zag. Ik heb geen idee. Het was in ieder geval wel geel. Dat was terecht, maar het was geen penalty, denk ik. Maar goed, wij verliezen vandaag gewoon op kwaliteit. Tegenstander is beter. Fysiek, elk duel was voor hun. We hebben er de hele week op gehamerd. Het is fysieke kracht, het is 3 achterop. Dan zie ik gewoon Essebon nog warm lopen en nog hebben ze zoveel geweld. Kwamen er gewoon fysiek niet aan te pas. Neem je de ploeg dan kwalijk op zo'n moment? Hoe gaat dat? Nee, weet je, ik vind het jammer dat het 6-1 wordt. Dat daar ballen bij zitten die we zelf in de aanval verliezen. Waardoor je in de omschakeling dan zo'n grote uitslag om je oren krijgt. Dat is nooit goed. Maar je kunt het volgens mij niemand kwalijk nemen dan een tegenstander beter is. Kozakken Boys, Katwijk, dat zijn in mijn ogen met afstand de beste ploegen. En dat is vandaag gewoon weer bewezen. Ik vind alleen 6-1 natuurlijk niet goed. Dat vindt niemand goed. Dat is ook niet leuk. Het enige mooie eraan is, een trainer die zegt dan altijd van we willen zo snel mogelijk weer spelen om het nare gevoel weg. Wij moeten maandag op eigen terrein tegen Vogels het positieve gevoel wat er gewoon moet overheersen over het hele seizoen. Dat moeten we terugpakken. Maar dat dit niet is zoals we het vanmorgen bedacht hadden, dat is duidelijk. En dat we hier... een maatje te klein waren is ook duidelijk en dat frustreert wel. Maar goed, aan de andere kant, compliment aan Katwijk. Zij gaan de kampioensrace in. Ik geloof zelfs nu met nog meer punten voor. Ik denk dat Kozakken Boys ook verliest. Dus ik denk, we kunnen van alles vinden. Maar ik zie toch ook wel weer een spits lopen bij de tegenpartij. En ik zie een aanvoerder lopen. Daar kan ik ook van genieten. En dat is alleen op dit moment heel erg moeilijk. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.